All right. Perfect. Nou, wij gaan een vervolg geven aan de Real Estate Radio Show met Philip Blauw. We zetten Philip zijn microfoon even aan, want jij bent nog gemute, zie ik, Philip. Ja, dat had ik zelf even gedaan. Nee, perfect, perfect. Wij trappen hem ook even af, want dan hebben we meteen weer een podcast. Want dat is toch wel de noviteit van vandaag, dat wij een Real Estate Radio Show over duurzaamheid opnemen. Duurzaamheid en circulariteit feitelijk. Met daarnaast meteen een podcastserie. En ja, we zijn echt trots, Philip. Dat aan de ene kant jij toegetreden bent tot de sociëteit. Dat zeg ik, dan kijk ik even met een schuinoog naar zeker Claudia. Blij mee, heel blij mee. Ja. Maar ook zeker, jij bent momenteel in New York. Waarschijnlijk heb je je CO2 afgekocht in je ticket. Maar al 29 jaar toch echt een... Ja, ik vind je een frontrunner in het duurzaamheidsvraagstuk. Vanuit Innax... Ooit de oprichter, maar nu een bevlogen verbinder in de sector. En echt waardevol om met jou vandaag eens in te zoomen op hoe wij de sector kunnen helpen in hun road to Paris. Nou, dankjewel Ron. Ja, ik ben inderdaad recent toegetreden. Naar aanleiding eigenlijk van de vorige Sociëteit Vastgoed Radio uitzending waar ik toen voor gevraagd was. Het was zo'n bruisend geheel. Met bijvoorbeeld Annemarie van Doorn, zoals jullie nog herinneren, van de DGBC, dat ik dacht van, god, dat is toch een professionele club met een heel mooi netwerk en ook een platform om nou net dat op te pakken wat Richard net zei, we moeten samenwerken. En dat is de toekomst. Anders gaan wij het niet redden en dan zijn de gevolgen ook niet te overzien. Exact. Het centrale thema van deze podcast is eigenlijk de financiering van de verduurzaming. Hè? Want we hebben denk ik een duidelijk beeld in zijn algemeenheid over de schaal van de opgave. Maar daarbij ook hoe wij met toch wel slimme technologie ook kunnen rekenen aan hoe wij eigenlijk die bestaande vastgoedvoorraad kunnen gaan verduurzamen en welke maatregelen we daarin kunnen treffen. Dat zijn in het bijzonder de twee thema's waar ik met jou op in zou willen zoomen. Eigenlijk wil ik toch beginnen met het laatste onderwerp, namelijk de slimme technologie die nodig is om eigenlijk die routekaart op te stellen. Want kun jij eens delen vanuit jouw rijke scope, hè? Want ik denk dat jij zowel beeld hebt in de utiliteitssector als het gaat om kantoren, maar bijvoorbeeld ook onderwijs en zorgvastgoed, hè, dat we eigenlijk allemaal in onze eigen sector bezig zijn met het creëren van routekaarten. Kun je ons daar eens in meenemen wat jouw observaties zijn? Ja, het is natuurlijk belangrijk dat vanuit de getekende klimaatakkoorden hebben we als Nederland ons verplicht om in te stappen in letterlijk een route naar Parijs. Parijs-proof noemen we dat dan vaak 2030 en 2050. En gaat om CO2-reductie waar we voor getekend hebben. De gebouwde omgeving verbruikt ongeveer 35 en 40% van alle energie in Nederland. Dat is dus de woningen. De utiliteitsbouw, inclusief dus de sectoren die je net noemde als zorg en scholen, maatschappelijk vastgoed, maar ook commercieel vastgoed. En dus dat is echt een enorme stuk. Het is het grootste stuk. Iedereen zegt altijd, jongens, de vliegtuigen die produceren dat CO2, maar dat is eigenlijk maar een paar procent. Dat is 3 à 4%. Dus dat is 10% van wat de gebouwen doen, waarin wij gewoon allemaal, alle kijkers en luisteraars en jullie ook in Arnhem, in wonen en werken. Ja, en verantwoordelijk voor zijn. Verantwoordelijk voor zijn, heel juist. Dus als je dan zegt van wat gaat er dan gebeuren? Nou, je kan echt, het aantal wettelijke verplichtingen is nu nog heel beperkt. We denken aan een... Label C voor kantoren, wat vrij makkelijk te halen is, maar toch nog echt niet is gehaald. Voor nieuwbouw heb je dan de bank, bijna energie-neutraal gebouw. Dat is echt al wel een harde norm. Wij verwachten dat voor de nieuwbouw, zoals die bank geldt, dat binnenkort ook gaat gelden, vergelijkbare normen, Paris-proof normen voor bestaand vastgoed. Waarbij ze net als bij label C gezetten, in 2030 moet je bijvoorbeeld label A halen.
of label A gecombineerd met een bepaald energieverbruik. En hè, dat zijn de geluiden die we uit Den Haag ook horen. Het is daar een beetje een richtingenstrijd. Gaan we mikken op energieverbruik, hè, waar eigenlijk natuurlijk Parijs is getekend, wat is CO2, dat is gelinkt aan energieverbruik. Of gaan we ook eisen stellen aan de berekende waarde van het gebouw, zoals we nu altijd doen met een label A, hè, of label B. Ja. Dus dan, dat zijn berekende waarden. Dus nou ja, ik verwacht daar dus vrij harde normen op dat gebied, op korte termijn. Dat betekent dat op het moment dat er zo'n norm is, dat geldt eigenlijk al wel hier en daar ook voor private woningverkoop, dan zie je dat de kosten die ermee gemoeid zijn om het gebouw te verduurzamen, worden afgetrokken van de koopprijs. Dus het is een risico. Het is nu nog een meerwaarde, maar op korte termijn verwachten wij dat dus een risicopremie wordt gehangen aan kantoren, woningen en zorginstellingen die nog niet verduurzaamd zijn. Dus is het goed om zo'n routekaart te maken. Een routekaart die aangeeft voor je portefeuille, dat heet ook een portefeuille routekaart, om hoe kom ik naar Parijsproef 2030? Wij hebben ervaring hiermee en als je gaat mikken op 2050, dan krijg je teleurstellende resultaten. Kun je dat eens duiden, want dat vind ik een goede wake-up call ook voor de sector. Hè? Want die scope wordt vaak heel erg naar de achterkant verlegd. Maar waarom moeten we vooral wakker liggen van dat testmoment van 2030 in jouw ogen? Nou, omdat het nu de eerste stap is en een haalbare kaart. Het is nog wel zo dat 2050 is toch ver weg. Hè? Nog 29 jaar, dat is net zo lang als ik al met Inax bezig ben. Dus ik kan je vertellen, ik was een jonge vent en ben nu al 60. Dat duurt nog wel even. Hè? Maar dus we hebben nog de tijd, maar we moeten wel snel voortgang maken. En die eerste stap, hè, ongeveer naar halverwege, 55% CO2-reductie, staat op de rol voor 2030. En als je nu gaat mikken op 2050 met de technologie die we nu hebben en de prijzen van maatregelen, isolatiemaatregelen, zonnepanelen, warmtepompen, dan zie je dat je vaak op terugverdientijden komt van 117 jaar, 70 jaar, afhankelijk van. Ja, dat is ook duidelijk, dat is te hoog gegrepen op dit moment. Natuurlijk, als er een heel nieuw gebouw is. We hebben bijvoorbeeld ons hoofdkantoor, dat is uit 2007. En dat hebben we naar Parijsproef 2050 gekregen. Met wat investeringen. Dat is dan ons eigen uithangbordje natuurlijk. Want ja, wij zijn van het verduurzamen, dan moet je zelf verder vooruit lopen. Maar ga je dit op grote schaal doen voor een woning of een zorg of een scholen of een vastgoed, kantoorvastgoedportefeuille of logistiek, dan zal je zien dat maatregelen oplevert met enorme investeringen tegen die je eigenlijk niet terugverdient. En het prettige is dus ook wel dat ik eigenlijk zeg dat als je mik op 2030, dat het terug te verdienen is. En dat zijn twee mechanismes voor, dus met het hoofdmechanisme toch ook gewoon energiebesparing. Je kan dus je CO2-investeringen toch redelijk naar 2030 toe terugverdienen op energiekosten. En als je dat planmatig doet, kan je dus ook raamovereenkomsten afspraken en gaan poolen. In de zorg bijvoorbeeld werken wij samen met Intrakoop, dus een inkoopstichting, een inkooppool. En dan maken we voor een zorginstelling zo'n portefeuille routekaart. Ik zal er zo wat meer over vertellen. En dan ondertussen zorgt Intrakoop dat de LED-verlichting, de PV-panelen en de warmtepompen, dat die goedkoop en tegen goede condities in te kopen zijn. Zodat je daar gewoon op de knop kunt drukken. Ik wil zo'n type uit gaan zoeken bij Intrakoop. En dan staat er een geselecteerde leverancier met een duidelijk raamcontract en een harde garantie achter. Mm-hmm. En dit is een goed voorbeeld van hoe dat werkt. En dat komt omdat in de zorg is die routekaartverplichting wat harder. Er is een Green Deal getekend in de zorg. En daar staat dat iedereen dit jaar een routekaart gaat opleveren. Ja. En dat gebeurt dus ook. Dus daar wordt echt druk op gezet. Het is nog niet een wettelijke verplichting. Als je straks je label C niet haalt, dan gaat je kantoor dicht. Je verliest je gebruiksvergunning. Dat is wat er gebeurt. En dan mag je eigenlijk je kantoor niet meer gebruiken. Het is dus een harde wettelijke maatregel. Bij de Beng geldt dat ook. Als je geen Beng-norm haalt, krijg je je bouwvergunning niet. Punt. Nou, dit mechanisme geldt in de zorg nog niet, maar dit gaat ook daar komen en dat geldt voor al het vastgoed. Je kan er echt, binnen 2 jaar verwacht ik een harde norm voor 2030, dat je gebouw zijn gebruiksvergunning verliest als je niet een bepaalde, die Parijsproef 2030 norm haalt.
En dan zou je dan kunnen zeggen van, nou dan gaat de hele sector bewegen. Is dat dan ook zo, Philip? Ja, en nou een heel, heel eerlijk antwoord graag. Dat contracten dan ook tevoorschijn komt. Dat mensen op die manier inderdaad hun contracten gaan opmaken. Daar hadden we het net eigenlijk met Paul Wessers al over. Verwacht jij dat is dat een prognose? Een reële prognose? Ja, ik denk het wel. Hè? Want kijk, de eigenaren, de asset managers hebben een routekaart. Maar de huurders hebben dat ook. Of de mensen die, hè, als je een bank bent, hè, dan heb je een deel huur en een deel eigendom. Maar je portefeuille-routekaart gaat om wat je in gebruik hebt. Dus dat gelden de huurpanden en de eigendomspanden. Dat betekent dat je ook een pand kan afstoten wat niet groen is. En dan verduurzaam je je portefeuille. Dat klinkt dus raar, maar je dumpt daarmee dat pand, hè, laten we zeggen een kantoor, dump je op de markt. En dan zal de eigenaar zal dan in actie moeten komen, want hij zit in zijn portefeuille-routekaart ook. En die kan hem ook verkopen, maar dan krijgt hij echt strafkorting. Ja. Dan kan hij maar beter gaan investeren. Het pand op. Het is net als een leeg pand. Dat is ook veel minder waard dan een pand met een huurder, tenminste in de meeste situaties. Ja. Ja. En dat geldt dus hier ook. Een niet-groen, een zwart pand, zou ik maar zeggen. Dat heeft een duidelijke afslag in de waarde. Nou, dan zijn er partijen die worden handelaar. En die gaan dat dan verhandelen. En je krijgt andere. Het marktmechanisme gaat werken. Het is al deels zo. Maar dat werkt ook zo. En we zien dat dus in het zorgvastgoed al komen. En ik ga even geen naam noemen. Maar grote zorgspelers zijn bezig. Hun portefeuille in een strategisch vastgoedplan. Te saneren. Op basis van de portefeuille routekaart. Die wij voor ze hebben gemaakt. Ja. En dan zien ze. Oh, wacht even. Dat pand dat stond bij ons strategisch op hout. Maar de kosten voor verduurzaming zijn hoog. Dus wij gaan of nu de verhuurder verplichten om maatregelen te nemen. Wij willen daaraan bijdragen. Je moet ook samenwerken. Of we gaan het pand afstoten uit onze huurportefeuille of eigendomsportefeuille. Oké, dus eigenlijk het masterplan waar Jan van der Hoog ons ook al op meenam, dat is dus eigenlijk in die zin, worden daar eigenlijk de bouwstenen al voor gelegd? Ja, dat masterplan is dus gebaseerd. Hè? Dus eigenlijk heb je dan strategisch vastgoedplan. En er staat altijd een horizon in per gebouw. Dus gebouw 1 staat er voor ons in voor afstoten uit de huur of eigendom over 2 jaar. Gebouw 2 staat op een grotere renovatie. Maar is in de kernportefeuille, zoals het dan heet. En die gaan we houden. En zo heb je dat bepaald. En vervolgens kan je of via een adviseur. Dat is bijvoorbeeld Arcadis doet het heel goed met steekproeven. Die pakt uit een portefeuille van, laten we zeggen, 50 gebouwen, pakken ze steekproeven en representatieve steekproeven. En zeggen ze, wij hebben nu een overzicht van verwachte investering gecreëerd op basis van, laten we zeggen, 10 gebouwen. En dan maken ze dan wat heet een maatwerkadvies, een soort van energy audit. Een maatwerkadvies geeft dus aan, wat moet ik doen om bijvoorbeeld een label A plus te halen in 2030? En nou, dan heb je wij zelf, en in actie ben ik natuurlijk niet helemaal ontwoord, willen goed samen met Arcadis, maar we hebben een stuk software gebouwd, intelligente intelligence, het heet artificial intelligence. Want wij zien dat je moet steeds opnieuw rekenen. Je blijft schakelen en rekenen. En dan moet je steeds een adviseur erbij halen en die moet dat gaan doorrekenen. Dat is natuurlijk A, duur, en B, heel eerlijk gezegd, die engineers zijn er niet. Er is gewoon, er zijn wel meer sectoren, maar in echt installatieadvies en bouwkundig advies gaan er meer mensen met pensioen, met vakkennis, dan dat er vanaf de hogere beroepsopleiding en universiteiten bijkomen. Dus je hebt slimme technologie nodig om die grote voorraad meetbaar te maken en inzichten te creëren. Gelukkig hebben wij Jacques van der Krocht, want die heeft natuurlijk wel al die kennis in huis. Dus daar ga ik jou heel graag mee koppelen, Flip. Dat is zeker interessant. Ja, maar ook ben even benieuwd naar waar Philip, wat jouw eigen ideeën daar dan over zijn om dus met slimme technologie enerzijds inzicht te creëren, maar dus ook meetbaar te kunnen maken wat een maatregel 1 kost en ook wat voor impact die heeft. Zeker. Want dat hoor ik jou dan eigenlijk zeggen, Philip. Ja, dat is eigenlijk als waarheid. Dus het is belangrijk om van je portefeuille, dat hebben de meeste, professionele asset managers hebben dat voor elkaar natuurlijk. Hè? Dat is hun core business. We zien dat bij scholen en ook wel bij zorginstellingen, dat zo'n strategisch inzicht, wat wil ik houden en wat wil ik niet houden, vanuit de zorg of vanuit de school, dat is vaak iets wat afgestoft moet worden. Nou, dat is of niet aanwezig of het is niet up-to-date. En dus die keuze zou je eerst moeten maken. Wat zijn onze kernpanden? Hè? Wat zijn, zou ik zeggen, de groene panden die we altijd, qua kleur is het even verkeerd, zeg maar de kernpanden. En wat zijn de panden waar we het nog niet van weten? En wat zijn de panden waar we zeker vanaf willen? Nou, en vanaf
zo'n soort van, we noemen dat een stoplichtcode, kan je bepalen wat is je kernportefeuille, wat is in twijfel en wat gaan we sowieso uit de huur of uit het eigendom zetten. En dan de vervolgstap, daar heb je ook vele huisvestingsadviseurs voor, die daarbij kunnen helpen. En vervolgens moet je dan dus per pand gaan uitrekenen, wat kost het nou, hoeveel investeringen moeten we doen. En dat is wel een complexe puzzel, want dan krijg je dus dat mechanisme dat je die maatwerkadviezen moet gaan maken. Nou, wij hebben het nu zover voor elkaar met deze artificial intelligence, dat als je 5 gegevens van het gebouw levert, dat zijn natuurlijk, geef eens een voorbeeld, natuurlijk het energieverbruik moet je weten. Mm-hmm. Het oppervlak. Heel belangrijk ook het bouwjaar. Er zijn een aantal gegevens. Een bouwjaar dat koppelt meteen aan een aantal normen. Van de bouw van het gebouw in 2000. Wat waren de nieuwbouwnormen in 2000? Dan weet je ongeveer wat het gebouw doet. Dan kunnen wij al zeggen, deze maatregelen heb je om label A+ te halen. Deze maatregelen en terug van die tijd heb je nodig om label A te halen. En als je naar de Paris-proefnorm, dat die is op een kilowattuur per vierkante meter gesteld, dan moet je deze naam halen. En dan bespaar je zoveel CO2. Nou, en dan zie je ook dat als je dat voor een aantal gebouwen doet, dan kan je dus dat per gebouw optimaliseren. Dan zie je dat er een paar gebouwen zijn die heel duur zijn. En dan moet je eens goed kijken, oké, dit pand had ik in mijn kernportefeuille, wil ik dat daar nog wel houden? En het antwoord kan zijn ja. Want je hebt een heel mooi gelegen kantoor bij het station. Of je hebt een zorginstelling in de binnenstad. Die kan je niet vervangen. Als je die verkoopt, dus dan zal je echt aan de bak moeten met de investeringen. Een ander geval, kun je zeggen, deze 2 miljoen euro geeft de doorslag. En wij gaan dit pand op de gele lijst zetten van panden die wij moeten bekijken of we ze wel willen houden. Ja. Want het is toch. En het aardige is dus dat je kan dus dingen snel doorrekenen naar een doelstelling toe. Want je kan op het ene gebouw, wat nieuwe gebouw, kan je verder doortrekken dan naar Parisproef 2030. En dan hoef je op een ander gebouw minder ver, want het gaat om het totaal wat Parisproef moet zijn. Je mag de gebouwen dus bij elkaar optellen. En als we dan de vertaling maken naar de kapitaalbehoeften, de financiering van deze hele opgave, kunnen zowel eigenaar-gebruikers als de bijvoorbeeld beleggers die vastgoedportefeuilles in eigendom hebben, kunnen die dat eigenlijk financieren of hoe wordt die verduurzaming gefinancierd? Ja, laten we het even nog 1 stap tussen nemen, dan stap ik als brug tussen wat ik net zei en die financiering. Dat betekent dus, je krijgt dus uit je routekaart krijg je een aantal bedragen per gebouw die je zou moeten investeren. Om naar Parijsproef 2030 te komen. En dan gebeurt natuurlijk het volgende, dat de zonnepanelen worden een beetje goedkoper of duurder. Er komt een nieuwe technologie bij. En hier krijg je dus het grote voordeel van die intelligente software. Wij noemen dat de Parijsproef Monitor. En die Parisproof Monitor, die wordt elk jaar, of elke maand eigenlijk, door ons bijgewerkt aan de achterkant. Dan vullen we de nieuwe techniek in en de nieuwe prijzen. Als je dan op de knop recalculate, herberekenen drukt, dan rekent hij zo'n gebouw in een paar seconden opnieuw door. En dan heb je je nieuwe prijzen en dan kan je dus een groot dashboard aan de muur hangen waar je bent met je CO2, waar je heen gaat en wat de investeringen zullen zijn en wat je al hebt gedaan. Ja, dus monitoren en actualiseren. Automatiseer je, ja. Nou, dat betekent dat je hebt dus grip gekregen. Dat kan je doen of met een adviseur of met dit soort softwarepakketten. Bijvoorbeeld CFP heeft ook een goed softwarepakket. Net iets anders, daar moet je maar even naar kijken. Dat is gewoon een goede keus. Maar je kan het ook met je huisadviseur doen. En dan heb je dat beeld. En dan weet je dus ook, oké, ik ga voor 2022... heb ik 2 gebouwen staan waar ik wat aan ga doen. Ik ga 1 gebouw zonnepanelen aanvragen. Nou, dat is een investering van 200.000 euro. En bij een ander gebouw doe ik een renovatie. En dan pak ik meteen door naar ledverlichting en ik wissel wat glas. Nou, ook een investering van, laten we zeggen, 3 ton. Dan hebben we samen 500.000. Dan moet je dat dus zien te financieren. Mm-hmm. Nou, dan daar krijg je jouw vraag terug. Nou, en daar zijn er 2 hoofdpaden. Pad 1 is, er zijn verschillende banken, en zeker ook de ING, die hier een hele mooie oplossing voor bieden. En dat betekent dat je vaak, ik dacht dat het 1% is, maar dat kan Jan vast aanvullen, dat je een lening, je hypotheek kan verhogen
uitbreiden met ongeveer het bedrag van die 5 ton. Dat is dan per pand. En dat, daarmee heb je dan je hypotheek verhoogd. In andere gevallen werkt dat niet, omdat je bankiert niet bij de ING. Of je maximum leverage is al vol. Je zegt van ja jongens, maar dat is eigenlijk mijn kernactiviteit niet. Ik wil zorgen dat ik dat uitbesteed. Mm-hmm. En dan wil ik het niet op mijn eigen balans hebben, want dat is wel wat er gebeurt. Nou, daar is nu de oplossing voor. Van wat we heten, het is van lease. Daar heb je dus Energy as a Service Lease. Dat noemen wij Easy. Dat hebben we natuurlijk, wij ontwikkelen dit soort diensten op verzoek van onze klanten. En dan kan je dus net als je je autolease hebt, kan je zo'n zonnepanelen of LED-verlichting kan je financieren buiten je balans om. En die komt eigenlijk op de balans van de leasemaatschappij. En Inax, die regelt dat dan, heeft ook de garantie dat het werkt. Het is energy as a service. Net als je koffiemachines en je kopieerapparaten, dat is allemaal vaak een kopieerapparaat as a service. Het is totaal, het ding is gegarandeerd. Als die kapot gaat, betaal je er niets voor. Dan komt de monteur van een van de kopieermachineleveranciers en die repareert dat ding. Het enige wat je hebt te doen is zorgen dat je papier instopt en dat je op het knopje goede knopje drukt. Nou, dat geldt dus hier ook. En dit zijn langlopende contracten. Dus daarmee word je ontzorgd en heb je zowel geen financieringsprobleem en je belast je balans niet. En je hebt de zaak gegarandeerd opgelost. Als het misgaat, dan in dit geval moet Inax samen met een installateur bijvoorbeeld, moet dan zorgen dat het wordt opgelost. Dat is de nieuwe aanpak. Helder, nou fantastisch dat Inax daar eigenlijk zoveel concrete tools en mogelijkheden, maar ook directe invulbare opties voor levert. Dat is hartstikke geweldig. Nou zeker, en als je dat dan nog even toch even smart maakt naar meer de rendementenkant, hè, en ook bijvoorbeeld institutionele beleggers die natuurlijk zelf kapitaal hebben, maar wel een bepaalde rendementseis hebben. In hoeverre is dat voor dat soort partijen ook interessant? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om kosten van financiering en dus ook de looptijd. En ik hoor jou eigenlijk al in de bijzin zeggen, dat is een lange looptijd. Kun je daar toch iets meer duiden wat je dan bedoelt? Ja, als afsluiting zijn we heel benieuwd. Nou ja, ik denk dat het is met deze financiering is het heel erg afhankelijk van de strategie van de eigenaar en van de huurder. Dat is per case is dat te beslissen. Dus dat heet dan financial engineering. Je hebt technical engineering, had ik het net over. Doen we LED of doen we zonnepanelen? Maar je hebt ook de financial engineering. En dat vraagt dus dat je je goed oriënteert op de verschillende mogelijkheden. Samen met je huisbank, samen met je accountant, samen met je eigen team. Vaak hebben professionele vastgoedpartijen hebben daar natuurlijk oplossingen en kennis voor in huis. Het enige is wat daar dus toch echt wel nieuw is, dat de banken bieden echt revolutionair lage rentes aan. Dat vind ik echt bijzonder. De banken nemen daar echt hun verantwoordelijkheid in gegeven op. Maar de andere banken doen dat ook. En de Rabo en de ABN bijvoorbeeld, die bieden hele goede producten aan. En er ontstaat dus nu, daar hebben wij eerlijk gezegd toch wel een doorbraak, zijn we ook 2,5 jaar mee bezig geweest. Het is een internationaal bankenconsortium, in Nederland lukte dat nog niet, dat je het off-balance kan doen, helemaal buiten je balans. En het voordeel bijvoorbeeld daarvan, ja, dat heeft voor- en nadelen, maar het voordeel is dat je kan vaak kosten ook doorbelasten aan de huurder in de servicekosten, omdat je het zelf ook huurt. Het zit wel in het gebouw en er zit dan vaak een rechts- en opstel onder, dus een eigendomsclaim. Maar de huurder gaat veel makkelijker akkoord als hij dat gescheiden ziet. En dan wil hij meebetalen aan de LED. Wat heeft hij voordeel van? Want zijn energiekosten dalen. En dat is vaak substantieel. Ja. Dus dat is een voordeel. Aan de andere kant, ja, als je het wij kunnen die 1% niet halen. Wij zitten iets hoger, zo, meer zo 2,5. Dus dat is dan de keuze, snap je? Dat is het spanningsveld. Neem je het op je eigen balans of neem je het met een garantie en kan je het doorbelasten? Ja, en dat is nou net het aardige. Dan hoef je niet meer te nadenken, hoe kan ik dit voor elkaar krijgen? Je kan kiezen uit de verschillende opties die voorliggen. En wij werken dus grappig genoeg heel goed samen met die banken. Want het gaat erom dat uiteindelijk die verduurzaming plaatsvindt. Dat is de doelstelling. Ja. Nou, ik denk dat dat inderdaad een perfecte afsluiter is, waarbij je aan de ene kant laat zien wat er dus mogelijk is om de verduurzaming te financieren. Maar ook dat je
Toch wel een beetje een eye-opener geeft als het gaat om de technologie. Hè? Bijvoorbeeld artificial intelligence. Om dus op een slimme, geautomatiseerde manier inzicht te krijgen in je assets. En ook actualisaties. Want ik denk dat dat een heel terecht punt is. Concretisering. Dat is wat ik duidelijk ook hier hoor. Dat is echt mooi. Dus ik vind het een mooie, waardevolle podcast, Filip. Dank voor jouw tijd. Helemaal ook vanuit New York. Dus ik weet niet of dat jij... Mag je nu naar bed of ben je net wakker geworden? Hoe laat is het bij jou? We lopen 6 uur achter jullie aan. Dus het is hier nu, wat is het, kwart voor... Ja, je ziet er ook uitgeslapen uit. Dus ik had al zo'n vermoeden. Koffie tijd, ja. Hey, dank voor jouw tijd. Ook om live op Real Estate Radio te zijn. En wij zien jou graag weer in Nederland terug als lid van de sociëteit. Dankjewel, Filip. Dankjewel, Filip. En geniet nog van jouw tijd daar met jouw gezin. Dankjewel. Tot binnenkort.